Nee, dominee Feike ter Velde van de EO is de vader van Peter. Hij voedde zijn zoon streng in de evangelische leer op. En dat liet diepe sporen achter bij zijn zoon. Die vond dat hij maar eens een boek over dat thema moest schrijven. Het gaat over een jongetje dat worstelt met het geloof, worstelt met zijn vader. Een jongetje dat weet dat hij anders is dan zijn vader. Weet dat hij eigenlijk niet gelooft wat zijn vader gelooft. Maar aan de andere kant ook de liefde van zijn vader wil hebben. En hij weet dat als ik het geloof vaarwel ga zeggen, dan zal ik ook mijn vader verliezen. Het boek is voor een deel autobiografisch. Hoofdpersonage Johan Verboom leidt jaren een dubbel leven. Hij wil aan de verwachtingen van zijn vader voldoen. Maar al op jonge leeftijd wordt hij aangetrokken door seks, roken en rock'n'roll. Uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Wie dergelijke dingen bedrijven, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. In het boek heeft de hoofdpersoon Johan uiteindelijk een goed gesprek met zijn vader, waarin hij zich helemaal blootgeeft. Heftig, zwaar, voor die vader ook heel zwaar, want die dacht zijn zoon te kennen, maar had geen idee wie zijn zoon werkelijk was. En voor die zoon was het moment dat hij uiteindelijk zijn leven op tafel legde en tegen zijn vader zei van kijk, dit is eigenlijk mijn leven. Dit is niet het leven zoals jij dacht dat ik het had, maar zo zit het in elkaar. In het echte leven heeft Peter ook zo'n gesprek gehad met zijn vader Feike. Die is zondag aanwezig bij de presentatie van de vader en de zoon. Het is denk ik ook wel een soort afschrijven van zo is het ooit geweest en nu is het ook klaar. Ben je klaar met het geloof?